Oké. Dankzij de vader van Leonardo, dus dat is Piero, notaris, een hele goede netwerk. En zijn netwerk moest erg goed zijn, want Piero, die niet stom is, hij snapt dat Leonardo bepaalde talenten heeft wat betreft kunst. En hij zegt: weet je wat, ik breng je naar Florence. En niet zomaar naar een atelier, naar het beste atelier van de stad Florence. Het atelier van Andrea del Verrocchio. Nu jullie zijn bezig met de Italiaanse taal. Andrea del Verrocchio, vero occhio. Echte oog. Del Verrocchio. Is degene die de beste opdrachten in Florence krijgt. Een voorbeeld, de cupola van Brunelleschi van Santa Maria del Fiore in Florence. Hè. Aan de top van de cupola is er een bronzen sfeer die tussen 5 en 6 ton zwaar is. Die ding staat op een hoogte van 116 meter. Hebben jullie een idee wat het kost qua techniek, qua apparatuur, qua systeem, qua kranen, qua mechanismen om dit te kunnen realiseren? In die tijd. Zeven poorten. Hè? En hier is er Ludovico Sforza, hè? Zogenaamde Il Moro. Dat is de zoon van Francesco Sforza, dus hij is de familie Sforza, dus aan het repliegen. En laten we zo zeggen, Leonardo gaat naar hem toe en hij stuurt van tevoren zijn curriculum en addendum. Onder andere zijn tekeningen van machines, want blijkbaar het is in het atelier van Andrea del Verrocchio die Leonardo werd geïnspireerd om de mechanismen, de apparatuur. Kijk, denk maar alleen maar die bronzen bol op de cupola van Santa Maria del Fiore. Dus wat het noodzakelijk was om technisch bedoeld die bol op 116 meter hoogte te brengen. Dus je moet echt structuren klaar zijn. Dus waarschijnlijk heeft hij daar inspiratie genomen voor zijn machine. Werd als opdracht gegeven door de Franciscanen. Er zijn een aantal informaties hier, die zullen we voor een tweede moment achterlaten. Oké? Maar er zijn, kijk, om precies te zijn, hier is dit is een engel die kijkt naar de kijker, dus naar ons toe. En hij zegt, vinger, en hier is een vrouwenfiguur, is het Maria? Ja, een hand hier. Hier gebeurt er iets, dat is Jezus, dan dat is Jezus, dat is blijkbaar Johannes de Doper. Nou, het werd heel veel, de Franciscanen waren niet blij mee. Er waren een aantal dingen die natuurlijk straks even zien. Oké.